Ja, ik heb zelf al gebeld, maar de signalering is gewoon actief. Dus je moet me nog mij laten. Sorry? De signalering is gewoon actief. Ja, maar, dat is waar we zeggen in het hoogberoep gaan. Bij CIB is waar we zeggen bezig mee. Ik heb net CIB gebeld, maar die zeggen dat de zaak is afgesloten. En dat de officier van justitie heeft de straf omgezet naar 2 dagen celstraf. Door naar Rotterdam, The Hague Airport, zoals de luchthaven officieel heet. Daar houdt de marechaussee vandaag een grootscheepse verkeerscontrole. Zij doen dit niet alleen, maar in samenwerking met andere partners. Zou ik de legitimatiebewijs van de bestuurder mogen? Zoals je hier achter mij ziet, is er een hele grote straat ingericht. En er rijden verschillende motoragenten rond om auto's te selecteren die hier naar de controlestraat komen. We zijn bezig met de controle van wapens en munitie. Ja. En willen graag in uw voertuig kijken. Allereerst doen wij deze controle ter bevordering van de veiligheid en de integriteit van de luchthaven. We're looking for weapons and munition. Do you have anything in your car? No, nothing. Tijdens deze controle werkt de marechaussee samen met het Openbaar Ministerie, de douane, de politie, de gemeente, de Belastingdienst, het UWV en het RIEK. Tijdens deze controle wordt er gebruik gemaakt van geavanceerde technieken. Zo kunnen verborgen ruimtes in voertuigen met dit apparaat worden opgespoord. Zouden jullie allemaal kunnen uitstappen en bij een goede tafeltje kunnen staan? Ja, natuurlijk. Dan gaan we even in het voertuig kijken. Smokkelaars worden steeds vindingrijker en gaan steeds verder om toch mensen of goederen als wapens ongezien te vervoeren. Nou, wat we de laatste decennia hebben gezien is dat criminaliteitsvormen steeds creatiever worden. En dat dwingt ons ook om samen te werken. Zo kunnen we gebruik maken van elkaars expertise. En dit zorgt ervoor dat wij slagkrachtiger zijn in de strijd tegen ondermijning. In deze auto een tasje met behoorlijk wat cash. Dit kan duiden op illegale handel of zwart geld. Ik had net ook wat cash geld. €100.000 had ik net ook, maar daar doen ze niks mee. Buitenland, ja? Buitenland is voor mij. Ja, Duits en België. Voor zekerheid vragen, zeg je ook. Het bedrag is minder dan €10.000. En dus wordt dat niet verder uitgezocht. Minimaal 10.000? Verderop landt een privévliegtuig. Ook die wordt gecontroleerd. Hallo, sir. From the police at the airport. We're doing a check on flights today. For checking if you have any weapons or anything like this on board. You understand that? You're British, right? I'm Swiss. Swiss, all right. Do you have anything in the plane that is forbidden? All right. Do you mind if we take a look inside? Thank you very much. The luggage is in here. Is it possible for you to open? I have to take it out anyway. Ah, okay. Deze Cessna uit Zwitserland wordt grondig geïnspecteerd. Alles is in orde. De piloot mag hem daarna zelf inparkeren. Terug op de controleplek deze auto. De bestuurder heeft nog wat unfinished business met justitie. Meneer is binnengebracht door een van onze motorrijders. Op dat moment vragen wij meneer om zijn documentatie. Bij navraag in het politionele systeem bleek dat meneer nog een gevangenisstraf open had staan. Meneer gaf zelf aan dat hij wat geregeld had met de reclassering. Bij navraag bij de officier van justitie bleek dat de officier van justitie de taakstraf had omgezet naar een gevangenisstraf. En de reclassering wist niks van die afspraak af. Ja, ik heb zelf al gebeld, maar de signalering is gewoon actief. Dus je moet me nog mij laten. Sorry? De signalering is gewoon actief. Ja, maar, dat is waar we zeggen in het hoogberoep gaan. Bij CIB is waar we zeggen bezig mee. Ik heb net CIB gebeld, maar die zeggen dat de zaak is afgesloten. En dat de officier van justitie heeft de straf omgezet naar 2 dagen celstraf. Dus helaas, ik kan er ook niks meer aan doen. Dus mag ik achter mijn collega aanrijden? Dan gaan we met je mee naar onze brigade. Ik ga wat formulieren opmaken. En dan gaan we overbrengen naar het politiebureau Doelwaard. En daar wordt hij dan opgehaald om ergens de straf uit te zetten. Yes? Right. Nou, door de rechter is meneer een taakstraf opgelegd. Die heeft hij niet volbracht. De officier heeft daarom de taakstraf omgezet naar een gevangenisstraf. De bestuurder belt zijn advocaat in een poging onder de straf uit te komen. Ja, meneer, ik heb dat nagevraagd bij het CIB. En die vertellen mij dat die zaak is afgesloten en dat de officier van justitie zijn taakstraf heeft omgezet.
Dus dat is het laatste wat ermee gedaan is. En zo is de situatie nu. Dus wij kunnen niet anders dan hem meenemen. Dat is niet wat CIB zegt, meneer. Dus wij gaan hem gewoon meenemen, helaas. Oké, is goed. Dan zien we zo. Tot zo. Doei, doei. Yes. Van achter die Amarok rijden. Yes? Daarom hebben wij meneer aangehouden en is hij onder begeleiding van onze collega's meegegaan naar onze brigade. Meneer gaat onder begeleiding naar de brigade. Daarna zal hij direct in hechtenis worden genomen. Dan deze auto. De bestuurder heeft geen rijbewijs, blijkt al snel. En dat is niet de eerste keer. Artikel 9, rijden zonder rijbewijs. Vierde keer sinds september, wat ik begreep. Hard leers. De bestuurder heeft blijkbaar lak aan de Nederlandse wetgeving. Het ontbrekende rijbewijs is niet het enige. Deze auto is de controle ingestuurd. Nou, de bestuurder bleek al voor de vijfde keer te rijden zonder rijbewijs. Tevens was het voertuig niet verzekerd. Op basis daarvan nemen wij het voertuig in beslag. Het is niet onze primaire doelstelling waarom wij hier vandaag staan. Maar het is een bijvangst. En betreft het aan, dus we moeten er wat mee. Omdat de man een burger is en geen militair, neemt de politie deze zaak over. Dat is dus het mooie van het integraal optreden. Zo gaat iedere partner op basis van zijn of haar eigen bevoegdheden vragen stellen aan de bestuurder. Voor ons, voor de Marche C, zijn dat voornamelijk wel bijzonderheden als het gaat om de wet wapens en munitie. Een stukje verdovende middelen, wat voor de douane ook weer heel erg interessant is. Voor de Belastingdienst zijn dat weer openstaande schulden. Als hier privéjets vliegen waarvan het verklaarbaar vermogen niet kan worden aangetoond. Ja, dat zijn voor deze partijen die hier achter mij staan ontzettend interessante zaken om daarop door te pakken. Naast voertuigen worden ook privévliegtuigen vandaag extra gecontroleerd. Morning. Oh. Just arrived. Oh, je spreekt Nederland. Kijk, super. Nou, wij doen een controle uitvoeren op wapens en munitie. En daar is uw vlucht uitgevloten. Alles is in orde. Dat geldt niet op de controlelocatie voor dit voertuig. Loop ik even naar binnen met documenten en dan gaan de collega's even het voertuig zoeken. De dure SUV wordt in beslag genomen. De bestuurder mag zich melden bij de Belastingdienst. Daarnaast is zojuist een voertuig binnengebracht waarvan de eigenaarhouder ruim 3,5 ton aan belastingschuld open heeft staan. En de bestuurder van het voertuig 13.000. De Belastingdienst gaat nu verder onderzoek doen in verband met het treffen van de regeling. Deze dure bolide zal hij voorlopig niet meer besturen, zo lijkt het. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.